maar een etappe met de Passo di Gavia. 2621 meter. En echt, het sneeuwde. Het sneeuwde zwaar. En de renners van de Giro moesten hier doorheen. Juni 1988. En Johan van der Velde rijdt alleen aan de leiding. Ziet u naar het wegdek op de Gavia. Daar ligt geen asfalt. Daar is het Terro Battuta, zoals ze het noemen. En daar rijdt onze landgenoot in zijn roze trui, in zijn paarse trui, de leider in het puntenklassement. En hij ziet af als nooit tevoren. Zijn poging is meer dan vermetel. Hij probeert alles, maar hij krijgt een ongelofelijke klap van de kou. Hij moet 3, 4, 5 keer van zijn fiets af, omdat hij niet meer voort kan. Hier rijdt hij nog voorop. We hebben deze beelden gekozen om te laten zien dat hij daar reed. Maar wat er met hem gebeurde daarna was verschrikkelijk. Van der Velde verloor vandaag, let u wel, 56 minuten omdat hij niet meer kon fietsen. Zo koud was het. Geen jasje aan, alleen maar voetbeschermers. Dan naar de koers, daar waar andere geweldige gevechten geleverd werden. Als we van de Gavia afkomen, gaan we naar Bormio toe. En dan zien we een tengere Amerikaan aan de leiding. Andrew Hamstein is overgebleven uit een groepje dat achter Van der Velde is gaan rijden. En Van der Velde moest die mannen laten gaan. Hamstein is door en Erik Breuking is door. Daar rijdt hij. Tussen het loof kunnen we hem herkennen. De man die verleden jaar furore maakte en toen naam schreef als een goede ronderenner, kan ook ineens dit. In een levensgevaarlijke afdaling gaat hij achter Hamstein aan. Dit kunnen alleen de allergrootste renners. Dit is op instinct rijden en een grote dosis van techniek aanwenden om zo naar beneden te gaan. Diepe plassen daardoorheen jagen. Het is alles of niets. Hamstein tegen Breuking. Twee jonge coureurs. Twee mannen die hoog in de favorietenlijst geschreven stonden, die hier in deze moordende etappe aan het werk zijn. Hamstein staat vijfde in het klassement op 1.18 van de roze truidrager Chiocchioli. En Breuking staat daar even achter. Breuking staat op 1.45. Hier komt onze landgenoot op 60 meter van Hamstein. De nummers 1 en 2 in de koers. En van de controle van de groep van Del Tongo was vandaag geen sprake meer. Het was rijden voor jezelf en kunnen overleven. En alleen de hele sterke konden dat vandaag. Want het werd een geweldig slagveld dat we straks zullen aanzien in de finishplaats Bormio. Hier komt Breuking in het achterwiel van de Amerikaan. Kijk hem rijden. Het ziet er goed uit. Hij heeft lange mouwtjes tenminste. Hij heeft ook voetbeschermers. Hij komt naast Hamstein en hij gaat door. Drop en erover voor onze landgenoot. Niet ver van Bormio vandaan doet hij dit. En kan de Amerikaan in zijn wiel blijven? Nee, Hamstein is ook op en kapot. Want een renner die een meetje voor hem heeft, kan dan in het wiel springen. Maar ook Hamstein heeft zijn beste krachten gegeven. En dan is het de echte grote Breuking. Hij is nog jong, maar hij heeft geweldig veel kracht. Hij kan doseren, rijdt slim, gebruikt zijn hersens. Maar wat moet hij vandaag ook een geweldige klap hebben gekregen van die kou. Waar voor vele renners fietsen niet meer mogelijk was. Die van de fiets af moesten en deze jongens konden wel door. Breuking nu aan de leiding. Toch iets wat ongerust kijkt hij of Hamstein kan volgen. Dat gaat niet. En dan gaat Breuking hard door. En ja, deze beelden moeten alles zeggen. 2 kilometer staat daar, geloof ik. En onze landgenoot hard door die regen heen. Risico's nemen, maar dat hoort bij topcoureurs. Dat konden mannen als Merckx en Van Looy in dit soort etappes. En Breuking blijkt dat nu in zijn jonge leven ook al te kunnen. Verleden jaar kwam die en toen zei men van nou, we moeten maar eens zien. Maar vandaag bewees hij het dat hij het kon. Een zeer knappe prestatie. Nogmaals heeft Breuking naar achter gekeken waar Hamstein blijft. We naderen de straten van Bormio, daar waar nog gedraaid en gekeerd moet worden. En hoe groot is het gaatje? Nou, dit is het. 200 meter misschien. En Hamstein met die veel kleinere versnelling heeft niet meer de kracht om bij onze landgenoot te komen. En dan zal het zo zijn dat op zondag 5 juni die 14e rit van Chiesa naar Bormio een overwinning gaat opleveren voor de veel geplaagde ploeg van Peter Post. En het is uitgerekend Erik Breuking die dan gaat winnen. Laatste kilometer is ingegaan nu voor Hamstein. Daarvoor zit onze landgenoot die door die bocht daar moet gaan draaien. Een bocht die hij voorzichtig moet gaan inzetten. 100 kilometer is niet veel, maar de obstakels die er vandaag lagen, de Passo del Aprica en de Passo di Gavia, waren moordend. Kijk eens, bijna stapvoets en dan zet hij weer aan. Breuking is op weg naar een toppositie in de Giro d'Italia. Dat is duidelijk.
Hij bevestigt daarmee dat hij het aan kan, dit grote, zware werk. Want fietsen in Italië, ja, we lachen er misschien wel eens om, maar het is onmogelijk zwaar in dit soort dagen. En daar moet je er staan en dat doet Breukink. Weer zo'n rottig bochtje waar hij goed doorheen komt. Hij gaat de etappe winnen. Dat mogen duidelijk zijn. Een geweldige prestatie van Breukink. Ik kan dat niet nader nog benadrukken. Hij heeft hier vandaag geschiedenis geschreven. Niet alleen voor zichzelf, voor zijn ploeg, maar dat een Nederlander in deze situatie prachtig overeind blijft na bijna 4 uur rijden. Dat is zeer, zeer knap. Goed verdeelde krachten. Prachtig gedaan. Hij is gezond. Hij rijdt met zijn kop erbij. Hij mag nu nog 175 meter van die finish even omkijken. Hemsteen komt niet naderbij. En de etappe-overwinning is voor Erik Breukink. Een hele, hele mooie overwinning die hij nog jaren met zich zal dragen. In deze etappe de beste blijken. Dan stel je wat voor in de internationale wielerwereld. Prachtig. Heel goed. Erik Breukink. Hij overwint daar als winnaar de kou. Dan voel je nog even niets. 1 Breukink. Daar komt Andrew Hemsteen aan. En die eindigt op 7 seconden. Pakt, dat zal later blijken, de roze trui over van Chiocchioli. En wij gaan naar achter kijken. Daar is de roze trui in een groepje van geklopten. Daar rijdt onder andere ook Tomasini, de Italiaan. Giopone, de ploeggenoot van de roze truidrager, die rijdt nu aan de leiding. En de man in het roze knokt voor wat hij waard is. Maar hij weet dat hij al zo'n 4,5 minuut achter ligt. En dus krijgen we een nieuwe roze truidrager. Giopone komt daar als eerste om de hoek heen. Hier is Tomasini, die de camera even niet heeft gevangen. Tomasini op 4,40 derde. 4,39. En daar komen dan Giopone, Giovannetti. En later nog Zimmerman aan. Dat zijn dan de beteren. Want neem even de tijden van bijvoorbeeld Erik van der Aarde, die op 20 minuten aankomt. Ik heb u Van der Velde genoemd, op 56 minuten. En we zullen nog andere voorbeelden zien. Achter elkaar nu Giopone, Giovannetti en Zimmerman. De roze truidrager op 5.04. Hier is Peter Winnen, de tweede Nederlander. 5 minuten en 14 seconden achterstand. En Winnen klimt in het algemeen klassement naar de 7e plaats. Daar staat hij op 8.23. En dit blijft over van de zielige roze truidrager die gestreden heeft voor wat hij waard was en zo wordt afgevoerd. Bewegen was voor vele renners niet meer mogelijk in Bormio. En dat ook zullen we zo direct zien. Andere renners die nauwelijks nog weten dat ze bestaan, snel die trui uit, de warmte zoeken. Delgado komt binnen, helemaal ingepakt in plastic. En dit is Roberto Pagnin, die bijna flauw valt. Warme handen om de wangen heen. Dat helpt misschien dan nog. Pagnin werd 11e. Hier is Bernard, weet u nog wel? Die kon ook de Giro winnen. 9 minuten ruim krijgt hij aan zijn broek. En zo zwaar was het voor een heleboel renners vandaag. Kijk eens naar Erik Breukink. Kijk naar dat bibberen van dat lijf. Terwijl hij toch al een dikke jas aan heeft. 2e in het klassement nu op 15 seconden achter Hemsteen. Ziet u die bibbering in het lijf van onze landgenoot? Winnaars voelen nooit wat, zeggen ze wel eens. Hier komt Bob Roll, de Amerikaan, binnen. Ook hij valt bijna flauw en ze moeten sjorren en trekken aan hem. Alles warm wrijven. Zo zwaar was het vandaag in de Giro d'Italia. Waar we nog een week te koersen hebben. Met een fantastische Breukink die op de wip staat. Hier staan ze met z'n tweeën. Ik ben nou zo hard mogelijk naar beneden gereden. Op een gegeven moment zag ik hem weer voor me. Kon ik dichter naar hem toe komen. En toen ben ik er gelijk overheen gegaan. Nou ja, je kunt op een gegeven moment kun je niet harder. Dat betekent dat de renners de etappe van Bormio naar Merano 2000 in het begin per auto kunnen afleggen. En dus die duivelse gemene Stelvio gewoon rechts laten liggen. De renners hebben plezier, hoewel het nog steeds koud is, want kijk eens.